Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza. Op de satellietfoto kunnen we goed zien dat de eerste helft van de nacht er nog brede opklaringen waren, maar dat inmiddels vanuit het noordoosten de bewolking aan het toenemen is. En de bewolking overheerst ook vanochtend en een deel van de middag uit de bewolking zou vooral in het oosten misschien een enkel vlokje sneeuw kunnen vallen. Verder draait de wind tijdelijk naar het noorden en dat betekent dat wat minder koude lucht wordt aangevoerd, zelfs zodanig dat in de noordwestelijke helft van het land het kwik... Enkele graden boven nul zou kunnen komen, tussen 0 en 2 graden. Vanavond, gelukkig, draait de wind weer naar het oosten en zakt de temperatuur weer tot diep onder het vriespunt, min 3 tot min 6 al voor middernacht. De bewolking trekt dan ook weg en het klaart op. Morgen overdag dan is het min 2 tot min 4 graden en ronduit zonnig bij een zwakke tot matige oostelijke windkracht 2 of 3. Ook zaterdag hebben we nog te maken met vrij zonnig winterweer. En nog altijd temperaturen overdag en s'nachts nachts onder nul. Later op de zondag dan gaat de dooi geleidelijk intreden. En dat kan gepaard gaan met sneeuw, natte sneeuw en misschien zelfs ijzel. Vanaf maandag dooit het de hele dag. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.